Het zijn vooral Belgen die dienst uitmaken. Al zal ook Ron Haar, de Nederlander, er zich af en toe mee mengen. We zien bijvoorbeeld Belgisch kampioen Timo Kielig zich hier in deze kopgroep vooraan plaatsen. En een kopgroep blijft het een hele poos. Kijk naar de rijdende Niels van de Putten. Dat gaat met gemak. Niels van de Putten is de man die met verbluffend gemak ook won in Kokzij. Dat is Timo Kielig, de Limburger. Hij is wat weerbarstig. Hij wil het schuiven niet helemaal tot beneden meemaken en slaagt er dan weer boven te geraken. Dan gaat Van de Putten overpakken en hij doet dat uitstekend. Heerlijke stijl. Het is alsof het allemaal fluitend gaat. Dat zal in de werkelijkheid wel anders zijn. Ook hij moet hier baggeren, maar ook dat gaat hem goed af. Hij won in Hamme, trok de lijn door aan de kust in Kokzijde en maakte ook hier de betere indruk tegen de lopers met Bekaert en Goeman daar onder meer ook bij. En dan neemt hij wat afstand. Het gaat maar om een seconde of 4-5, maar het is toch al betekenisvol. En is de vraag, komt er nog iemand uit de achtergrond terug? Nee, dat is voorlopig niet het geval. Al doet Kielig hier zijn stinkende best en hij vraagt overname bij Bekaert, dan is er toch al een bres geslagen. Dus het podium ligt dan al nagenoeg vast. En als Kielig hier in de fout gaat, dan is het lastig om nog terug te komen. Want Bekaert gaat dan die tweede plaats bezetten en die niet meer afgeven. Wat Timo ook nog doet, wat hij ook nog wil doen. Ondertussen heeft Niels van de Putten daar totaal geen last van. Hij gaat nog eens een keertje de Groenebrug gezwind over en wint. Drie op een rij zou je kunnen stellen. Wat een klasbak, flitsend. Dan is Bekaert de tweede, Jentel Bekaert en Timo Kielig is derde. Jarno Liesjes is vierde en Pim Ronnaar, de Nederlander, vijfde. Centraal, Niels van de Putten, de winnaar.